Goedendag. U kijkt naar het weersjournaal van weerplaatsen.nl. In Nederland hebben we eigenlijk al bijna een week te maken met zeer rustige omstandigheden. En dat wordt veroorzaakt doordat we een, tussen een strijdgebied zitten van een hoge drukgebied, die vandaag ongeveer hier lag, maar de afgelopen week wat noordelijker. Een ander hoge drukgebied helemaal bij de Azoren, ik zal hem even links onderin zetten. En dan nog twee lage drukgebieden, ten westen van Ierland. En eentje ongeveer in dit deel van het uh, Europese leeuw. In het zuidoosten dus. Daar is het ook behoorlijk wisselvallig. Daar kom ik straks nog op terug. Die vier systemen die strijden met elkaar. Wij zitten ertussenin. Soms is het hoge drukgebied het sterkst. Dan hebben we een zonneschijn, hoge temperaturen. En soms is het lage drukgebied wat sterker. En dan ontstaan er buien. Nou, de bewolking van vandaag die had te maken met een, een storing. Een occlusie zoals we dat noemen. En uh, ja, die ligt eigenlijk morgen ook nog boven het land. Maar dan vooral boven het zuiden. Als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat de bewolking vandaag heel langzaam van oost naar west trok. In het zuiden brak de lucht even, scheen de zon. Later op de dag brak ook de zon in het noordoosten even door. In het midden van het land bleef het grotendeels bewolkt. En vooral in het midden, oosten en vanochtend ook in het noorden vielen een paar buien. Die buien verplaatsen zich vanavond langzaam richting het zuiden. Dus in het Midden-Oosten en Zuidoosten vanavond een enkel buitje. En later in de avond ook richting Zeeland. In het Noordoosten schijnt nog even de zon tot zonsondergang. En daarna breiden de opklaringen zich verder over het noorden uit. Vannacht verandert het zuiden dus een enkel buitje. Verder overal droog. Temperaturen tussen de 7 en 11 graden. Staat dus heel weinig wind. Morgen overdag houden we de tweedeling. In de zuidelijke helft is het wisselend bewolkt, breekt slechts af en toe de zon door. In de ochtend een enkele bui. In de middag komen er meer buien. En niet schrikken, dan kan er ook af en toe weer onweer bij zitten. Het kan een stevige bui zijn, want er staat weinig wind. Dus hagel, onweer en lokaal veel neerslag mogelijk. En vooral in het deel waar ik hem nu heb gezet, dus in het zuidoosten en in Gelderland. Het is wel lokaal, dus ook daar op de meeste plaatsen gewoon droog weer. In de noordelijke helft van het land is het morgen veel beter weer. Er staat een zwakke oostelijke bries. Wordt het 19 tot 21 graden. Zijn er flinke perioden met zon. En daar is de kans op een bui bijna nul. In het zuiden waait de wind uit het westen tot zuidwesten. Dat is het weer vanmorgen in Nederland. In Europa zien we ook grote verschillen. In het uiterste noorden van Scandinavië valt zelfs nog wat sneeuw. Maar in het overgrote deel van Scandinavië schijnt geregeld de zon. En ook in Denemarken en het noorden van Duitsland is het fraai weer. Maar als we dan komen richting het zuiden van Nederland, België, het zuiden van Engeland en een groot deel van Frankrijk, dan is het wisselvalliger weer. Geldt ook voor het noorder, noorden van Spanje. In het zuiden van Spanje is het wel weer prima. Daar flink wat zonneschijn, 20 tot 25 graden. De Alpenlanden, Italië en de Balkan, ook zeer wisselvallig weer. Forse buien, vooral op de Balkanlanden kan het flink hozen. In het noorden van Griekenland ook, in het zuiden van Griekenland schijnt de zon. En in Turkije valt een enkele onweersbui, maar de meeste kustgebieden, en daar zitten we toch vooral als toerist, daar is het grotendeels droog. Temperaturen niet al te hoog in Europa, eigenlijk alleen in het zuiden van Spanje kan het 25 graden worden. Dan het weer in Nederland, bij ons ook geen 25 graden, maar woensdag temperaturen wel van 20 graden. De buien gaan nog iets verder naar het zuiden, dus alleen in het uiterste zuiden een enkele bui waarschijnlijk. En misschien ook in Limburg of in de Achterhoek. In het noorden steeds zonniger, de Waddeneilanden zelfs flink wat zonneschijn woensdag. Donderdag neemt de buiigheid weer toe en dan beginnen de temperaturen te dalen. Waar het woensdag nog 20 graden wordt, wordt het donderdag een graad of 16. Vrijdag slechts 12 graden en ook dan valt er een enkele bui. En kijken we naar de wat langere termijn, dan ziet hij er ja, toch enigszins wisselend uit. De dip van de temperatuur hebben we duidelijk het komend weekend met temperaturen smiddags van 10 tot 15 graden. Na het komend weekend, dus na 5 mei gaat het kwik geleidelijk weer omhoog. En de minima gaan dan ook omhoog. En niet onbelangrijk, de neerslag, ja, die is vooral in dit deel van de week. Vanaf het weekend wordt het overwegend droog weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.